Lieve vriendjes. Hoe is je daar? Hier is je Tahahohoppie. Hartstikke leuk. Ik weet niet waarom, maar ik heb een hele vrolijke dag. Nou, is ook niet zo. Maar ja, wat zit er al in het doosje? Wat heeft ons met je opgestuurd? Want dat is de vraag die mij bezighoudt. IJskoffie. In dit geval ijskoffie van Douwe Egberts. Wat heb ik erop tegen? Nou, ik hou niet van ijskoffie. En dat heeft te maken met dat ik mijn koffie graag ten eerste warm drink. En ten tweede zwart. En ten derde zonder andere bijsmaakjes. Ik ben een saaie man, dat klopt. Maar dat maakt mij niet uit. Hier heb ik ijskaramel latte, dus karamelmelk. Hier heb ik vanille latte, dus vanillemelk. Hier heb ik macchiato, dat is dan zonder een smaakje als je mij vraagt. En hier hebben we hazelnoot en toffee. Verschrikkelijk. Ik heb al vaker deze meuk moeten reviewen. Dat was dan verschillende soorten. Het punt is, het is eigenlijk gewoon bekers met melk. Er zit gewoon, weet ik veel, 3/4 melk in. En dan een beetje koffie extract erbij gepleurd. En dan een smaakje. Lekker? Nee, zeker niet. Maar goed, we kunnen wel blijven zeuren. We moeten ze ook proeven. Eerst even de gewone, de macchiato, dan de vanille, dan de karamel. En ik eindig met hazelnoot toffee, omdat ik verwacht dat die verschrikkelijk smerig is. Gaan we. Dekseltje eraf. Even schudden, neem ik aan. Ik weet niet zeker eigenlijk of je dat moet doen. Goed. Dan doen we deze eraf. Nou, hoe ziet dat eruit? Als een bekertje chocomel. Het ruikt eigenlijk ook een chocomel. Nou, dit is dus de macchiato van de oude Egberts. Nou, eens even kijken. Ja, dit doen wij een beker melk. Er zit nauwelijks smaak aan. Dit is echt iets voor van die pubermeisjes die willen doen alsof ze koffie drinken, maar eigenlijk koffie heel vies vinden. Dit is een beker melk met een heel klein beetje een zoete, heel ver weg, heel in de horizon, een koffiesmaakje. Hoeveel suiker hebben ze hier nou in gemieterd? Nou, er staat niet op hoeveel suiker erin zit, maar je proeft dat er gewoon een berg suiker in zit. Dus het is koffie-extract, volle melk en suiker. Daar zit je dan op te drinken. Volgende, de vanille. Nou, dat zal dan precies hetzelfde verhaal zijn. Alleen hebben ze daar dan 2 druppeltjes vanille-extract bij gemieterd. Het ziet er inderdaad gewoon inderdaad ook uit als een chocomelletje. Het ruikt... Oh, dit ruikt echt niet lekker. Oh, wat erg. Ik zal je vertellen hoe het smaakt. Het smaakt naar waterige vanillevla. En het lekkere aan vla is dat het niet waterig is. Snap je wat ik bedoel? Dit is vanillemelk. Misselijkmakende vanillemelk. Je wordt er niet lekker van. Dit is echt niet te geloven. Om het nog even irritant te maken. Peel off voor recycling. Dus dan moet je dit eraf pellen. Omdat je dan het papiertje in een papierbak kan doen. En het plasticje kun je dan lekker in de plasticbak doen. Hartstikke leuk. Ik ben ook voor een goed milieu. Alleen maak eerst eens even behoorlijke ijskoffie. Godzame kraker zeg. Nou, de karamel laffen. Zoals jullie weten heb ik een vliegende touwteringhekel aan alles wat met karamel te maken heeft. Op een of andere manier wordt het wel overal ingesodemieterd. Karamel latte, ijs. Ja, karamelmelk. Waarom ze er niet een beetje meer koffie in hebben gedaan, mag echt Jezus weten. Het is dikkig, vet, heel zoet, heel suikerig. Melk met smaakjes. Je voelt het ook zo naar beneden lopen. Weet je dat? Dat je dan, normaal als je dan iets kouds drinkt, dat je denkt, oh lekker, refreshing. En nu heb je zo het gevoel dat er een soort koude kletter door je pijpje heen loopt. En dat je pijpje zegt van, Jantje, wat is dit in godsnaam? Dit had je niet moeten drinken, vriend. Net voordat je gaat overgeven, dat gevoel. Dat heb ik nu, na 3 slokken van die bende.
Hebben we hazelnoot toffee? Hebben we nog niet eens gehad. Want het slechtste bewaren we voor het laatste. Bij de DE Douwe Egberts. Overigens, ja, voor de rest is het een prima koffiemerk. Moet ik eerlijk zeggen. Alleen, ja, dit soort hippe shit, joh. Ik snap het allemaal niet. Maar misschien komt het ook gewoon omdat ik een oude, zure vent aan het worden ben, hoor. Dat kan ook, hoor. De smaak is niet vies. Hazelnoot toffee is geen vieze smaak. Het probleem is natuurlijk dat het gewoon nog steeds een koude kladdermelk met smaakjes is. Maar, ik vind het geen vieze smaak. Nou, dat mag ook wel een keer gezegd worden. Maar niet vies betekent ook niet juist lekker. Snap je? Ik heb echt een beetje last van die koude kladder in mijn pens. Het is niet mijn smaak. Het is niet mijn spul. Het is ook niet mijn gebeuren. Ik vind het een beetje overgewaaide hippe troep uit Amerika. Beetje Starbucks gezeik. Ik was laatst trouwens in die Starbucks. En er staan dan mensen, die staan daar, die maken koffie. Nou, prima vak, weet je, dat is een vak, dat is het probleem niet. Maar die staan daar met een poeha daar in Amsterdam, staan ze dan moeilijke koffies te maken. En naar jou te kijken van, eenvoudige ziel. Je hebt net €5 voor een koffietje betaald, maar ik zal maar een beetje dimmen, want ik ben een barista. Een barista. Nou, ik zal je vertellen, vriend, wat je bent. Je bent gewoon een koffie-inschenkjongen. Meer is het niet. Hè? Met je moeilijke mondkapje. Nonnesnokken. Amen, tijd voor de cijfertjes. Het is natuurlijk niet mijn dingetje. Dat weten we nou zo langzamerhand wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de hazelnoot toffee het minst smerig vond. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want eigenlijk het minst smerig was gewoon de gewone. De macchiato. Want dat is gewoon echt gewoon melk. Heel ver weg een beetje koffie, maar niet vies. Nou, dan een smaakjes hazelnoot toffee is te doen. De karamel is al best wel ranzig. En die vanille is echt niet te nakken. Dus, dat gezegd hebbende, waarom zou je dit überhaupt eten of drinken of bestellen? Maak gewoon een statement, zeg tegen Douwe Egberts, tot hier en niet verder. Dit accepteren we niet. Abbe! De gewone. Ik krijg van mij een 6, want wat heb ik tegen melk? Niet heel veel. De hazelnoot toffee is qua smaakje te doen. Ik krijg een 5. Dan kelderen we gelijk, want een 3 voor de karamel. Het is een koude klats melk, heel veel suiker, gore karamelsmaak. Nergens enig sprankje koffie. Dus waarom het de ijskoffie heet, mag God weten. Dus die hier krijgen we dus een 3. En een 2 voor de vanille latte ijskoffie. Want die is echt niet normaal smerig. Nou mooi, hebben we dit ook weer gehad. Ik ga de rest even door de play spoelen. Want ik hoef daar geen slokje meer van in mijn hele leven. Ja, mooi.